Bentley. Alles over trail running, mountainbiken en wielrennen. Leuk hè? Like, abonneer en reageer. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Craving Trails Weekly. Deze week hebben we weer een aantal items voor jullie in het programma, waaronder sportnieuws met nieuws over de Tour de France en de overwinningen in het veldrijden afgelopen weekend. We hebben nieuwe informatie over onze progressiesessie, waarin ik een FTP-test gedaan heb op het digitale Zwift-platform. We hebben onze eerste foto binnengekregen voor ons fotoalbum, hartstikke leuk. Die zien jullie later in ons programma en we sluiten altijd af met het vragenuurtje. Jammer genoeg hebben we nog geen vragen binnengekregen voor ons programma. Willen jullie vragen beantwoord en zien in het programma? Laat ze dan eventjes achter in de commentbox. Dan doen we ons best om deze zo goed mogelijk voor jullie te beantwoorden. We gaan nu snel door met het volgende item, het sportnieuws. Afgelopen weekend in Surhuisterveen heeft het NK veldrijden plaatsgevonden. Voor de dames is deze gewonnen door Lucinda Brandt. Een hele knappe prestatie. Ze heeft het supergoed gedaan. Ze heeft al 2 eerdere titels op de weg op haar naam staan. En nu ook haar eerste veldrijdtitel. Gefeliciteerd daarmee. En heel veel succes met je verdere carrière. En de nummers 2 waren Maud Kapteins. Die doet het maar ook altijd bijzonder goed. Waar het niet voor deze keer dat ze net ziek was geweest. Dus de benen waren niet sterk genoeg om enige competitie te bieden. Volgende keer beter Maud. Succes daarmee. En op nummer 3... Annemarie Worst ook heel goed gedaan. En we zien natuurlijk iedereen weer terug in de loop van het seizoen. Dan het sportnieuws over Wout van der Poel. Die heeft hier een topprestatie geleverd als een cyclocrosser in Otegum. Die staat als eerste geëindigd met afstand op Wout van Aert en Toon Aarten. Hij blijft gewoon sterk presteren. Als een tegenstander zit er natuurlijk te wachten dat het eens wat minder gaat met Mathieu. Maar ja, hij heeft er plezier in, dus hij trekt gewoon lekker door. Hij was rustig begonnen deze wedstrijd en begon langzaam halverwege een beetje door te trekken. Waarna hij een groot gat geslagen heeft tegenover de competitie. Van harte gefeliciteerd Mathieu en we verwachten natuurlijk grootse dingen van jou voor het komende seizoen. Dan even kort wat nieuws over de Tour de France van 2009. Deze gaat starten vanuit Brussel en onderweg komt deze over de muur van Gerardsbergen. Dat is goed nieuws voor de klassieke liefhebbers. Die gaan hier zeker van smullen en gaan uitkijken naar de Tour van volgend jaar. Terwijl die van dit jaar nog niet eens is begonnen. Dan wil ik als laatste nog even stilstaan bij de organisatie van de Legends Trails. Deze hebben aangekondigd voor 2020 een afstand te gaan organiseren van 500 kilometer. Voor zover ik weet zijn ze dan bij afstand de langste hardloopwedstrijd ter wereld. Er zijn grote jongens bij, zoals de Tour de Géant en Marathon de Sable. Maar ja goed, die laten ze ver achter zich met een enkele 100 kilometers. Dus ik ben benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Inmiddels is wel bekend gemaakt aan welke kwalificaties je moet voldoen wil je überhaupt mogen deelnemen aan deze wedstrijd. Ze zijn te volgen op Facebook. Ik zet wel even een link in de descriptie beneden. En ik ben van plan om deze organisatie een beetje te volgen omtrent dit meesterlijk stukje wat zij willen gaan organiseren. Wie weet komt er nog iemand die wij persoonlijk kunnen gaan volgen. Dat we een aanlooptraject kunnen gaan zien met trainingen en kwalificaties en dergelijke. Dat is zeker de moeite waard om eventjes te onderzoeken. Dus ik hou jullie op de hoogte. We gaan nu verder met onze progressiesessie. Ik heb vandaag de FTP-test gedaan. Dit is een online test bij het Zwift-programma. Hartstikke leuk om te doen. Je moet je wel flink in zweet werken. Ik heb eventjes een klein videootje ervan geschoten. Dat laat ik jullie zo zien. De bedoeling is om vast te stellen wat je conditie op dat moment is. Het is een test in dit geval een redelijk korte van 3 kwartier met een warming-up. Uiteindelijk draai je 20 minuten. Probeer je gewoon een zo hoog mogelijk vermogen vast te houden op de fiets. En dat 20 minuten lang. Dus dat is best wel stevig. Daarna wordt er een soort meting van gemaakt. Dus wordt gekeken naar hoe je het volhoudt. Of je een zakkende lijn hebt naar je hartslag. En dat soort zaken nog meer. En er komt een cijfer uit. Uiteindelijk gaan we die cijfers gebruiken om te kijken of wij vooruit gaan boeken in onze trainingen. Daar komt ook een schemaatje van de volgende keer. Als we die laten zien, dat gaan we elke maand doen, gaan we kijken of daar vooruitgang in zit. Ik zet nu even het filmpje aan om te laten zien hoe dat eruit ziet. Met erachteraan eventjes het grafiekje hoe dat ongeveer gaat plaatsen. Zo, goedemorgen, middag. Wat is het bij jullie? Hier is het nog ochtend. Wij gaan vandaag een FTP-test uitvoeren. Dit is natuurlijk om onze fitheid te testen. Dus op de racefiets. Dat doen we het in het programma van Zwift. En op die manier kun je makkelijk je
je conditie in de gaten houden. Als de FTP waarde stijgt, ja, stijgt ook je conditie. Makkelijk te doen, dus ik ga de boel even aanzetten. Kijken jullie een stukje mee. En dan hebben we dat ook weer gehad. Zo, nou gaan we dan. Die. Nou, we hebben gelijk een update te pakken. Laten we dat maar doen dan. Launcher updates. Dan gaan we weer opnieuw inloggen. Zo, nou ik ben even weg geweest. Daar ben ik weer. Ik was zojuist eventjes flink wissig geworden op mijn apparatuur. Volledig ten onrechte. De batterij van de hartslagmeter was leeg. Dus ik kreeg geen verbinding, die wil ik er wel graag op hebben. Ik heb geen juiste batterij, ik heb een Suntu hartslagband. Daar gaat een batterijtje in. Een type CR2025 hebben we niet liggen. Natuurlijk. Dus die hebben we even besteld. Ik heb een andere band opgedaan. Die zou het wel moeten doen. Dan gaan we eens even kijken hoe dat wil. Nou, prompt hatseflats. Alles heeft verbinding. Hij zegt oké, zo makkelijk kan het zijn. Het kost me wel weer 2 jaar van mijn leven. Maar zo gaat dat met computers tegenwoordig. Ik ga dus de workout doen. Een FTP test zoals ik al gezegd heb. Dus ik ga dat selecteren op mijn beeldscherm. Ik had een screen view willen maken. Maar ik heb geen programma meer daarvoor. Ik ga opzoeken. Kijk maar even zo mee dan. De FTP tests. Nou, we hebben hier eentje van 1 uur en 13 minuten. En deze is een 3 kwartier. Die is wat korter. Die is wat mij betreft lang zat. Workouts. Nou, route, flatroute. Dat maakt voor de rest niet zoveel uit. Dat is alleen wat je ziet. Dat heeft geen invloed op de inspanning die je moet leveren. Dus ik kies voor Ride. Nou, hier bovenin links, daar zien we de FTP-test. We hebben een 5 minuten warm-up. Daarna gaan we daadwerkelijk ook wat doen. En dan eens even kijken hoe dat in zijn werk gaat. Time to get warmed up and get your cadence up to 90 till 100 RPM. Alright, so let's do this. Let's go. Zie, achikide. 97 RPM. Bijna klaar met de warm-up. 10 seconden. Let op. 5 seconden. Achterplaats. We gaan beginnen. More power. 180 watts. Badaboom. Douw hem op. 220. Haal vast. We gaan maar 1 keer opbouwen. Nou wordt hij heftig. Boom. 265. 5. 3. 2. 1. En laat los. Rustig doortrappen. Hou hem vast op 100 in. Nou. Een beetje opbouwen. Ik begin dat wat warm te krijgen, dus het vest kan uit. Schokje drinken. More power. Op naar 220. Ik ben aardig opgewarmd. Dus nog 5 minuten. En dan begint de echte test. En dan eens kijken wat we ervan maken. Bring your power up to what you think you can hold for 20 minutes. Ah,
dat was zwaar zat. Hey ho, bijna klaar. Trisha komt net binnen. Zwaar. Hey. Ja, dat ga je maar. Ja, dat denk ik. Jongens, dat viel ook niet mee. Nee? Ja. Heb je hem goed gedaan? Ik denk het. Mijn FTP score nu is 204 watt. Je weet niet wat de volgende gaat. Nee, dat geeft hij straks pas aan, denk ik, bij het afsluiten. Ben benieuwd. Eigenlijk ga ik het vergelijken. Zo, dat was de test. En zoals jullie zien was dat best wel pittig. Ik heb nou weer lekker een gedoucht en omgekleed en ik zit nu dit filmpje op te nemen. Het is best wel zwaar inderdaad, maar je moet er wat voor over hebben om uiteindelijk te kunnen meten of je ook vooruitgang boekt. Het is een leuke manier om zo te doen en het is een mooie manier om elke keer met een vaste criteria te werken. Voor technieuws wil ik het even hebben over de Wahoo Fit. De firma Wahoo is al een poosje bezig om nieuwe innovatieve producten op de markt te brengen. Ze hebben al voor de fiets hebben ze een nieuw soort metertjes voor de cadans die op het pedaal past. En die door middel van de rotatie de aantal rotaties meet. En die de snelheid kan meten door een metertje op de as van het wiel te plaatsen. Ze hebben nu ook een nieuw apparaatje om als hartmonitor te dienen. De ouderwetse borstband wordt door sommige mensen als vervelend ervaren. En hebben daar een variatie op bedacht. Dit apparaatje plaats je door middel van een elastieke band met verstelbare klittenband op de onderarm of op de bovenarm. Deze werkt met een optische zender, dat is een klein lichtledje, en die meet door de huid heen de hartslag. Dit zou voor veel mensen een goede tussenstap kunnen zijn. Mensen die het vervelend vinden om de borstband te gebruiken of die door middel van veel kleding de borstband moeilijk kunnen bereiken en een horloge willen dragen, maar door de kleding deze ergens over een mouw heen willen dragen waardoor de hartmeting niet meer functioneert, die zouden een losse band van een Wahoo kunnen gebruiken die op de arm wordt geplaatst en op die manier toch de informatie van de hartslag kunnen binnenkrijgen. Of het een groot succes wordt, dat moet nog even blijken. Hij is pas geïntroduceerd. Het apparaatje van Wahoo ligt inmiddels in de winkel. De prijzen zijn enigszins bekend. Zitten zo om en bij de 80 euro. Dus dat is heel gunstig geprijsd tegenover bestaande borstbandfabrikanten. Wie weet is het wat voor je. Ik denk dat wij Wahoo eens eventjes gaan aanschrijven of we ons een apparaatje niet kunnen bemachtigen. Waarmee jullie gelijk een vergelijk kunnen geven in een review van het apparaatje. Zou leuk zijn. Nou, hier zien we de foto van Aldi Keizer genomen op de mountainbike. Ik vermoed tijdens een toertocht. Er zit een mooi rood stickertje om zijn stuur. Bedankt voor je inzending, Aldi. En je bent deze keer de enige die meedoet. Dus je krijgt sowieso van ons een hele dikke duim. Dankjewel. Wil jij nou ook je foto zien in ons fotoalbum? Lijkt het je leuk? Je mag alles insturen. Het zij een fietsfoto, het zij een mountainbike foto. Het mag zijn tijdens trailrunning of een omgeving waar je geweest bent. En dan gaan we die proberen te laten zien. Wil jij je foto ook bij ons in het fotoalbum? Stuur je foto dan naar dit e-mailadres. Het staat hier onderin. Kost voor de rest niks. En dan krijg je van ons ook een duim of een dikke duim. Alvast bedankt voor je inzending. En wij gaan weer door naar het volgende item. Nou, zoals ik het zei, hebben we in het vragenuurtje hebben we nog geen vragen binnengekregen. Het lijkt me leuk als jullie daarin meedoen. Heb je vragen die je beantwoord zou willen zien in ons programma? Plaats het dan even in de commentbox hier beneden en dan gaan wij ons best doen om die voor jullie zo goed mogelijk te beantwoorden. Nou, dat was het Craving Trails Weekly voor deze week. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en klik ook op de notificatiebel, zodat je elke week van ons het bericht krijgt zodra er weer een nieuwe video online is. En klik ook eens op de thumbs up, dat vinden wij hartstikke leuk. Wil je nou meer zien van onze Craving Trails Weekly avonturen? Klik dan op deze link voor onze Craving Trails Weekly afleveringen. Wil je andere video's zien? Klik gerust op een link voor de mountainbike video's of de trailrun video's. En vergeet natuurlijk niet te abonneren hier binnen het scherm. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer.